De stad Utrecht vlagde en burgemeester de Ranitz vlagde mee om enige hooggeplaatste personen het sein te geven dat het doek gehesen kon worden. Het zeildoek dat de nieuwe beeldengroep in de gevel driehoek van het stadhuis verborgen had gehouden. De domstedelingen toonden dat ze ingenomen waren met dit beeldhouwwerk. Een schepping van hun stadgenoot Pieter Dont, die 3 jaar werkte om uit 50.000 kilo Franse kalksteen een versiering te vervaardigen passend bij deze gevel die dateert uit 1832. De groep bestaat uit 5 beelden. 2 vrouwenfiguren die de gerechtigheid en de waakzaamheid voorstellen, 1 man die het gezag symboliseert en nog 2 vrouwenfiguren, het beleid en het geloof. Pas nu, na 125 jaar, kan Utrecht zeggen dat zijn stadhuis af is.